Opperste concentratie bij geel-zwart, ze weten wat er op het spel staat. De zenuwen staan zozeer gespannen dat het soms tot misverstanden leidt. Hier tussen Eftevaak en Van de Wallen, maar de lob van Michailovic die gaat naast. 20 minuten zijn we ver. Een knappe draaibeweging van Filip Haagdoorn. Hij gaat neer en jawel, strafschop. Heel even wordt er inderdaad aan zijn truitje getrokken. Haagdoorn gaat op het perfecte moment liggen. Een penalty, dat is iets voor Erik van Meijer. Hij gaat binnen, 1-0, het scenario klopt. De druk houdt na het doelpunt nog even aan. Hier Van Kerkhoven met het vluchtschot van zijn dromen, of toch bijna. 1-0 bij de rust, alles is nog mogelijk voor Daarde en de zijne. De tweede helft die begint als een droom. Brokke in één tijd en hard, Panayotou lost en daar is Ralf Hazenhüttl. De Oostenrijker met de goal die de totaalstand op 2-2 brengt. Hazenhüttl heeft Bob Peters in Lier nog niet doen vergeten, maar dit maakt veel goed. En dan het moment waarop veel Lierse harten stilstaan. Weggewerkt op het lichaam van Slobodan Krišmarević, de paal brengt nog redding. Halfweg de tweede helft gaat de stoere Ioanu voor de zoveelste keer in de fout. Op Van Kerkhoven is dat. Rood is dit keer zijn loon. Lierse nog tegen 10 Cyprioten. Combinerend gaat het wat moeizamer, Van Meijer maar magistraal van op afstand. Panayotou tikt hem over. Nog 6 minuten zijn er verlengingen op komst. Filip Haagdoorn met een individuele actie. Die lijkt afgebroken en dan huppelt de bal toch nog over de lijn. De gedroomde 3-0 staat op het bord. Maar wel met de hulp van Famagusta, het is Garalambos die in het aangezicht van Tomic trapt. Haagdoorn is al weken de beste Lierenaar, hij mag vieren. En dat doet even later het hele stadion. Tussen de Europese elite mag Lierse binnenkort aantreden in de Champions League. Ik denk aan België.